Deze wagon is van 1907, maar de tram die is vanaf 1885, 86. Dit zijn de oude planken waar dus het nummer en de DSM op stonden. Ik heb op mijn foto en in het boek heb ik gekeken en heb uitgeteld welke plank het zou zijn. En toen zijn we daar op gaan krabben en we kwamen het nummer tegen E33 en DSM. Dat was de Dedemswaardse stoomtramwegmaatschappij. Ja, die reden vanaf, in het begin was vanaf Dedemswaard naar station Dedemswaard, dat is bij de Lichemis. En later is de lijn doorgetrokken naar Zwolle en de andere kant op naar Hardenberg. En verder door naar Coevorden en helemaal naar Ter Apel. Dus dat was 132 kilometer spoor. Hier komen we bij de wielen. Ik heb de veren zelf moeten tekenen. En die hebben we dus in Heemskerk bij een bedrijf kunnen regelen. De aspotten die zijn door Wim gemaakt. Die zit ook in de restauratieploeg. En dit is bij een bedrijf uit Nieuw-Leuzen. Deze aspotgeleiders. Daar pak je een boek bij en dan ga je niks anders doen dan met een vergrootglas en maar kijken. Hoe zit dit, hoe zit dat en hoe ziet er dat uit? En daar kun je dus een heleboel uit afleiden. Dat heeft ook heel wat avonden gekost. Maar dat geeft niet, daar doen we voor.